Ex-verdachte Vaatstra-zaak maakte misbruik van medische zorg in Nederland. Hij deed zich voor als asielzoeker en kreeg een gratis hartoperatie. De politiek reageert onthutst. Verder in het nieuws. Voorbereiding politie op Euro 2000 onvoldoende. Russisch leger bombardeert Grozny. En honkbal opnieuw winst voor Jekies. De wereld in een half uur. Dit is het nieuws. Met Marleen Houter en Leo de Later. Goedenavond. Asielzoekers kunnen met groot gemak de autoriteiten om de tuin leiden en profiteren van de medische voorzieningen hier. De ex-verdachte van de moord op Marianne Vaatstra heeft doelbewust gelogen tijdens een asielaanvraag. De man, Ali Hassan, wilde hier alleen een hartoperatie ondergaan. In een interview met het nieuws vertelt hij hoe makkelijk het ging. Ali Hassan had al een tijdje hartklachten. Daarom ging hij naar Nederland, zo vertelt Ali ons. Waarom heb je de aanmeld voor mij? Orde, die heb je aan. Ali vertrok met het vliegtuig vanuit Istanbul naar Spanje. In Nederland klopt Ali aan bij het aanmeldcentrum in Rijsbergen. Ali vertelt daar hoe hij is gefolterd en hoe hij moest vluchten. Niets van dat alles is waar, bevestigt hij nu. Ali had in Istanbul gewoon een verblijfsvergunning en werkte in de kledingbranche in de wijk Laleli in Istanbul. Ali vertelt openhartig hoe makkelijk het was om de Nederlandse ambtenaar om de tuin te leiden. Daar aangekomen heeft Ali maar één doel. Zo snel mogelijk een hartoperatie en dan weer weg. Eind april, als Ali zich weer beter voelt, keert hij terug via Brussel naar Turkije. De politiek reageert ontzet op het verhaal van Hassan. D66 wil dat asielzoekers voortaan pas een medische behandeling krijgen als hun asielaanvraag is toegewezen. Maar wat je hier in ieder geval uit kunt leren is dat wanneer een asielzoeker medische behandeling nodig heeft, dat je voordat je die medische behandeling geeft, dat je eerst het asielverhaal grondig bekijkt. Dus mijn voorstel zou zijn dat mensen die een medische behandeling nodig hebben, bij voorrang worden behandeld wat betreft hun asielverzoek. Als het wordt afgewezen, dan krijgen ze die behandeling niet, maar dan moeten ze het land uit. En dan het overige nieuws. Voetbalhooligans dreigen vrij spel te krijgen tijdens het EK 2000. De minister van Justitie heeft de adviezen van de politietop voor ruimere opsporingsbevoegdheden naast zich neergelegd. Een misser, vindt de politie. Daardoor worden onnodige risico's genomen met supportersrellen tijdens het EK. In april al brachten de politie en justitietop adviezen uit aan de minister van Justitie. Om de relschoppers tijdens het EK 2000 een stap voor te blijven, moet de politie kunnen afluisteren, observeren en infiltreren. Allemaal niet nodig, vindt de minister en legde de adviezen naast zich neer. Zoals u weet hebben we in de strafrechtelijke zin bijzondere opsporingsmethodes. Bij zware misdrijven mogen die worden ingezet. En dan moet je dus ook voorzichtig zijn om die in te zetten wanneer het gaat om ordeverstoringen en demonstraties. Maar de werkelijkheid is dat als er iets aan de hand is in de sfeer van incidenten en de groepen van hooligans zijn of andere echt op incident uit zijnde groeperingen, dan moet de politie gewoon zakelijk zijn informatiepositie goed kunnen opbouwen. En als men daar te laat mee is, dan betekent dat je extra risico's loopt. De minister wil wel een handleiding opstellen over hoe de politie aan informatie mag komen over eventuele geplande acties van hooligans. Prima, vindt de politie, maar dat is niet genoeg. Ze willen behalve een handleiding ook een aanpassing in de wet, waardoor ze meer opsporingsbevoegdheden krijgen. Maar als u het nou niet krijgt? Nou ja, goed, het is verantwoordelijkheid van de minister. Ik bedoel, zo zit de samenleving in elkaar. Dus wij proberen een probleem op te lossen, dragen die oplossing aan. Als de minister zegt, ik vind geen goede oplossing, dan is het aan hem. En dan moet de politiek daar maar over oordelen. Waar we voor op moeten passen, en dat begin ik helemaal te proeven, is dat iedereen zich al zo langzamerhand begint in te dekken voor als het verkeerd gaat. De politie is inmiddels wel een samenwerkingsverband aangegaan met rechercheurs uit andere voetballanden. Verderop in deze uitzending sport. Marleen, wat heb je voor ons? Daarin tennis en honkbal, de derde wedstrijd van de World Series. De New York Yankees wonnen de eerste twee wedstrijden, maar tijdens de derde kregen ze het heel moeilijk en moest druk getelefoneerd worden om de winst binnen te halen. En straks ziet u hoe dat afliep. Zometeen, verdachte in Montfort-zaak blijft vast.
Feyenoord-supporters aangehouden bij Duitse grens. Karaoke-taxi in Amsterdam. In Assen is een jeugdbende opgerold. 11 jongeren zijn opgepakt op verdenking van zo'n 200 misdrijven. De jongeren worden verdacht van vernielingen, winkeldiefstal, inbraken en mishandelingen. De bende was vooral actief in winkelcentra. Volgens de politie ging het vooral om stoerdoenerij. Niet vooropgezet doel of zo, of dat er plannen gemaakt werden, nee. Meer de grootdoenerij van ik durf dat, durf jij dat ook, of zelfs de jaloezie. De politie kwam de bende vorige maand op het spoor nadat twee meisjes aangifte van mishandeling deden. Alle bendeleden hebben inmiddels bekend. De leden van 12 jaar en ouder krijgen een procesverbaal. De jongsten worden civielrechtelijk aangepakt, wat inhoudt dat de ouders voor de geleden schade moeten opdraaien. In Frankrijk blijft de verdachte van de moord op 4 Nederlanders in voorarrest. Het gerechtshof in het Franse Agen vindt dat er voldoende redenen zijn om de verdachte vast te houden. Hij zou op zijn minst iets te maken hebben met de moord op de 4 Nederlanders in Montfort. Eind mei werden ze op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De verdachte, een klusjesman die de slachtoffers naar eigen zeggen als laatste in levende lijf heeft gezien, zit al sinds eind juni vast. Het hof heeft al 2 keer eerder geweigerd de man vrij te laten. De politie van Groningen krijgt een speciaal rechercheteam dat zich gaat toeleggen op onopgeloste zaken. De Groningse politie heeft sinds 1993 nog 10 moordzaken niet opgehelderd. Ze hoopt met het nieuwe team een aantal delicten alsnog op te lossen en de onrust onder de bevolking weg te nemen. Bovendien is het natuurlijk zo, het zal onzinnig zijn om dat te ontkennen, dat er ook maatschappelijk gezien betrekkelijk veel druk op ons is om alle zaken ook daadwerkelijk op te lossen. Wij doen het als Groningen zeker niet slecht, alhoewel dat beeld wel eens ontstaan is. Maar tegelijkertijd zie ik aanleiding, zie ik de reden om permanent mensen met zoiets bezig te laten zijn. De zaken die op een doodspoor zitten worden opnieuw bekeken. De rechercheurs mogen deskundigen van buitenaf inhuren en onderhouden het contact met nabestaanden en slachtoffers. Duitse grenswachters hebben 9 Feyenoord-hooligans aangehouden. De supporters hadden kaartjes voor de wedstrijd Borussia Dortmund-Feyenoord, die vanavond wordt gespeeld. Het is voor alle Feyenoord-supporters verboden bij die wedstrijd te zijn. Aangehouden hooligans zullen tot na het treffen vanavond vastzitten. 3 van hen hebben in Nederland een stadionverbod. De grenscontroles in verband met de voetbalwedstrijd begonnen vanmorgen. Behalve de aanhoudingen zijn ook enkele kilo's drugs gevonden en een grote hoeveelheid cashgeld. De grenspolitie liet een klein aantal supporters wel door. Die groep heeft tot nu toe niet voor onrust gezorgd in Dortmund. Rellen in het Duitse Osnabrück. Maar het valt mee. Het is niet echt. De Duitse ME oefent hier samen met Nederlandse collega's om van elkaar te leren en samen te kunnen optreden, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden of demonstraties. En net als in het echt gaat het er soms hard aan toe. Tussen de 2 politieeenheden bestaan duidelijke verschillen in werkwijze. Zo hebben de Nederlanders moeite met de Duitse discipline. Het kan ook een beetje agressie. Ja, precies. Door gewoon echt strak er tegenaan te gaan, vind ik. En wij doen het gewoon losser. Of de beide ME-pelotons iets van elkaar geleerd hebben, is niet bekend. Bij de ramp met het Hercules-toestel wist de brandweer van de vliegbasis Eindhoven eerder dan tot nu toe werd aangenomen dat er passagiers aan boord waren. Dat staat in een rapport van de brandweer dat tot nu toe onopgemerkt is gebleven. Een brandweerman zag de passagiers en meldde direct bij zijn commandant. Die hoorde het verhaal aan, maar ondernam verder geen stappen om de inzittenden te redden. Tegen de superieur loopt nu een strafzaak. 3 jaar geleden verongelukte het toestel bij de landing. 34 leden van een militaire kapel kwamen daarbij om het leven. In Amsterdam kunnen klanten nu een taxi bestellen die hen al zingend en swingend op de plaats van bestemming brengt. Chauffeur Maroni Sonelli vermaakt zijn klanten met moppen of karaoke in zijn met lichtjes versierde taxi. Het rennende vermaak kost wel meer dan een gewone taxi. Taxicentrale Amsterdam juicht het plan toe. Zo krijgen de klanten een positiever beeld van de taxiwereld. En dat is wel eens anders. En dan nu het businessnieuws. Opnieuw een magere dag op het Damrak. Beleggers zijn voorzichtig met het oog op nieuwe rentestijgingen. Die worden begin volgende maand verwacht. En die voorzichtigheid was ook af te lezen aan de AEX-index. Die sloot amper hoger op ruim 552 punten. Het aandeel Pharming deed het goed. Het biotechnologiebedrijf sloot een contract met een Amerikaans bedrijf dat een serum uit koeienmelk kan ontwikkelen. Door dat nieuws steeg het aandeel flink. Een forse tik kreeg Vendex KBB. Door het afnemende consumentenvertrouwen in Japan en Amerika. Bedrijven als Vendex KBB merken dat als eerste. Het aandeel daalde ruim 4%.
In het grote beursfraudeschandaal is door justitie een schadevergoeding toegekend aan de voormalige topman van bouwbedrijf NBM Amstelland, André Baar. Hij zat ten onrechte in voorlopige hechtenis. Hij krijgt ruim een ton. Zometeen, aanslag op asielzoekerscentrum in Duitsland. Armeense premier doodgeschoten bij schietpartij in parlement. Jörg Haider, niet welkom bij New York Marathon. Bij een schietpartij in het parlementsgebouw van Armenië is de premier van het land doodgeschoten. Twee gewapende mannen stormden het parlementsgebouw binnen en schoten lukraak om zich heen. Premier Sarkisian hield op dat moment een toespraak. Volgens een ooggetuige schreeuwden de schutters dat ze een staatsgreep wilden plegen. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en vielen 30 gewonden. De daders gijzelden vervolgens een paar parlementsleden. De Armeense politie heeft inmiddels het gebouw omsingeld. Armenië is sinds 1991 onafhankelijk van Rusland. De neergeschoten premier was niet populair door zijn extreme politieke opvattingen. Het Russische leger is begonnen met een groot offensief in de Tsjetsjeense hoofdstad. Bij beschietingen en raketaanvallen in Grozny zijn volgens Tsjetsjeense zijde 112 doden en meer dan 200 gewonden gevallen. De Russen bestookten Grozny vanuit de lucht en vanaf de grond. Ze hebben de stad omsingeld om te voorkomen dat er nog rebellen in of uit kunnen. Tot nu toe zijn de Russen huiverig geweest voor een grondoorlog. In de vorige oorlog tegen Tsjetsjenië zijn daarbij te veel Russische soldaten gesneuveld. Maar vandaag zei een generaal de grondoorlog als onvermijdelijk te beschouwen. Из военной точки зрения это нужно брать. Потому что фактически все коммуникации, так будем говорить, исходят из Грозного. De Verenigde Staten en Nederland veroordelen de acties тegen Tsjetsjenië en hebben Rusland gisteren opgeroepen om zich terug te trekken. Maar de Russische president Yeltsin wil daar niets van weten. Российские солдаты и офицеры возвращают мир и покой на многострадальную чеченскую землю. Каждый день и каждый час они проявляют мужество и героизм, очищая Чечню от бандитов. 3 officieren kregen van Yeltsin de hoogste Russische onderscheiding voor getoonde heldenmoed in de Caucasische Republiek. Bij een brand in een asielzoekerscentrum in het Duitse Hannover zijn 9 mensen gewond geraakt. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. In het gebouw wonen 180 mensen, maar het is niet duidelijk hoeveel mensen er aanwezig waren op het moment dat de brand uitbrak. De meeste bewoners konden op tijd worden geëvacueerd. Een vrouw raakte zwaar gewond toen ze uit het raam sprong. Asielzoekerscentra in Duitsland zijn de afgelopen jaren al vaker doelwit geweest van brandstichting. Een ongebruikelijk protest in het Britse Hogerhuis. Tijdens een debat over de modernisering van het traditionele Hogerhuis sprong een conservatieve lord op een bank en begon te schreeuwen. De protesterende afgevaardigde werd door enkele kamerboders afgevoerd. Na het debat werd de hervormingswet met ruime meerderheid aangenomen. Leden van het Britse Hogerhuis krijgen hun lidmaatschap vanaf nu niet meer door erfrecht. Ze moeten in de toekomst gewoon worden gekozen. De protesterende lord leidt een kleine rechtse actiegroep die zich verzet tegen het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Duizenden Iraniërs hebben in Parijs gedemonstreerd tegen het bezoek van de Iraanse president Khatami aan Frankrijk. De demonstranten droegen foto's bij zich van slachtoffers van het Iraanse regime. Het is voor het eerst dat een Iraanse president een Europees land bezoekt sinds de islamitische revolutie van 20 jaar geleden. Ook in Amsterdam heeft dat tot protesten geleid. Het Franse consulaat is afgelopen nacht met verf beklad. Mexico heeft nog steeds te maken met grote problemen door aanhoudende regen. In de deelstaat Tabasco is een dam opengezet omdat hij door de enorme waterdruk dreigde door te breken. De gevolgen zijn desastreus. Hele dorpen zijn ondergelopen en honderden huizen zijn verwoest. Door de extreme regenval zijn in Mexico de afgelopen weken meer dan 400 mensen om het leven gekomen. Ophef in New York over de extreemrechtse Oostenrijker Jörg Haider. Hij doet mee aan de wereldberoemde marathon van de stad. Maar de Joodse gemeenschap wil dat de politicus met nazi-sympathieën niet meedoet. De marathon komt onder meer door de wijk Brooklyn, waar veel slachtoffers van de Holocaust wonen. Het verzoek van de Joden is afgewezen. De marathon wordt op 7 november gelopen.
Heeft u last van een huilbaby? Een Japanse muzikus denkt er iets op te hebben gevonden. Hij heeft een cd gemaakt met daarop muziek, gecombineerd met geluiden uit de baarmoeder. Die geluiden zijn bij een pasgeborene vertrouwd. En dat moet de baby weer rustig maken. Het klinkt slaapverwekkend en dat is het gelukkig ook. De baby's vallen er vrijwel direct bij in slaap. De Duitse zanger Rex Gildo is overleden aan de gevolgen van een zelfmoordpoging die hij zaterdag deed. De afgelopen dagen vochten artsen tevergeefs nog voor zijn leven. Jarenlang stond Rex Gildo bekend als Sexy Rexy. Die bijnaam dankte hij aan zijn zwarte haar en witte tanden. Gildo stond bekend als een toonbeeld van fatsoen. Met dat imago lukte het hem meer dan 25 miljoen platen te verkopen. Gildo hierbij een optreden op het Slagerfestival in Kerkrade had in 1960 zijn eerste hit met Sieben Wochen in Bombay. De doorbraak kwam in 1972 met het nummer Fiesta Mexicana. Pierre Cardin werkte een paar keer voor Gildo. Een man die naar mijn inziens een hele lieve, goede artiest was. Die heel zijn leven, en we kennen nog van dat rode jasje, die zwarte broek, kwam die mensen gewoon blij maken. De laatste jaren gingen zowel zijn privéleven als carrière bergafwaarts. Hij raakte aan de drank en vergat tijdens optredens zijn teksten. Afgelopen zaterdag probeerde Gildo zelfmoord te plegen door bij vrienden uit het raam te springen. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij gisteravond. Rex Gildo werd 60 jaar. Liefhebbers van de Jaws-cyclus kunnen weer naar de bioscoop. Morgen is de première van Deep Blue Sea. Natuurlijk met haaien in de hoofdrol. What is that? Deep Blue Sea is een thriller over een uit de hand gelopen experiment met killer sharks. Ethische regels worden overtreden als het DNA van de mako-haai genetisch wordt gemanipuleerd. Een van de gevaarlijkste haaien ter wereld wordt daardoor nog dodelijker. De hoofdrollen worden gespeeld door Samuel L. Jackson en de rapper LL Cool J. Regisseur is Rennie Harlin. Hij maakte eerder blockbusters als Cliffhanger en Die Hard 2. En dan is het tijd voor de sport. Hier is Marleen. De New York Yankees kunnen vanavond de World Series winnen. Ze hebben nog slechts één overwinning nodig om zich de beste honkbalploeg ter wereld te kunnen noemen. In New York werden de Atlanta Braves gisteren voor de derde maal op rij verslagen. Een makkelijke overwinning was het niet voor de Yankees. In de eerste twee ontmoetingen in Atlanta werden de Braves nog simpel opzij gezet. Maar in New York werd veel meer tegenstand geboden. Geheel tegen de verwachting in lopen de Braves snel uit naar een 5-1 voorsprong. Aangemoedigd door bijna 60.000 toeschouwers zetten de Yankees de achtervolging in. En Chad Curtis neemt zijn ploeg op sleeptouw. In het afgelopen seizoen sloeg hij slechts één home run, maar nu slaat hij er twee in één wedstrijd. En onder andere daardoor komen de Yankees terug tot 5-5. And he cannot come up with it. It's a tie ball game. En de Yankees gaan door. Met opnieuw een home run komen ze op een 6-5 voorsprong. En dat is tevens de eindstand. In de Best of Seven series staat het nu 3-0 voor de New York Yankees. Richard Krajicek verdedigt zijn titel tijdens het toernooi van Stuttgart. En hij is goed begonnen. Krajicek bereikte eenvoudig de derde ronde door Chris Woodruff te verslaan. De verliezend finalist van vorig jaar, Yevgeny Kafelnikov, begon minder florissant. Hij verloor van de Argentijn Zabaleta. Om geen duikeling op de ranglijst te maken, moet Krajicek heel ver komen dit toernooi. Aan zijn servers zal het in elk geval niet liggen. Hij sloeg 24 aces en geen enkele dubbele fout. Krajicek was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Woodruff. Voor Kiefer en Larsson begon het toernooi minder goed. De Duitser moest in zijn partij tegen Andrei Pavel uit Roemenië opgeven met een blessure. En de Zweed Magnus Larsson stond hetzelfde lot te wachten. De partij die echter de meeste aandacht kreeg was de love game tussen Steffi Graf en Andre Agassi. Weer met haar overigens. Het kersverse liefdessetje speelde elkaar de bal toe en nam vervolgens de tactiek door voor Agassi. Want Agassi moet vanavond spelen tegen de Australiër Mark Philippoussis. Shane Schalke heeft zich overigens geplaatst voor de achtste finales. Hij won knap in twee sets van de als vijfde geplaatste Karol Kučera uit Tsjechië. Magic is back.
Basketballer Magic Johnson speelt weer. Niet in de NBA, maar in Zweden bij een clubje uit het provinciestadje Boras. Met trompetgeschal werd Magic onthaald. De fans en de pers waren massaal uitgelopen om de nieuwe eigenaar en sterspeler van de club Magic M7 te zien. In 1991 werd het HIV-virus bij Johnson geconstateerd. Een jaar later haalde hij met het Dream Team Olympisch goud in Barcelona. In Zweden zal hij vanaf nu vaker in actie komen. I like it when it's cold. Like, this reminds me of where I'm from, Michigan. Rainy, kind of cold, and beautiful, the leaves changing. Magic M7 won de wedstrijd overigens met 84-60. Dan heb ik nog twee berichtjes. Frank de Boer maakt binnenkort waarschijnlijk zijn rentree in de basis van de FC Barcelona. De Boer is, sneller dan verwacht, hersteld van een blessure aan zijn linkerknie. Vanavond speelt Barcelona in de Champions League tegen AIK Solna. Maar volgende week tegen Fiorentina zal de Boer waarschijnlijk weer van de partij zijn. Hij raakte op 2 oktober geblesseerd. En tot slot hockey. Stefan Veen is door de Internationale Hockey Federatie uitgeroepen tot speler van het jaar 1999. De aanvoerder van het Nederlands team werd met Oranje tweede bij het Europees kampioenschap. Veen speelde 245 keer voor het Nederlands team. Tot zover de sport. Morgen meer. Vanavond en vannacht kan overal mist ontstaan. De temperaturen die dalen landinwaarts tot rond de 6 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar de zon die breekt geleidelijk aan door en de temperaturen die lopen dan op tot maximaal 15 graden. De vooruitzichten dan. Vrijdag is er in het noorden en oosten nog kans op zon. Vanuit het zuiden volgt toenemende bewolking met late regen. Zaterdag en zondag is het buiig weer. Ik geef u nog een keer de belangrijkste onderwerpen van het nieuws van vandaag. Politiek tegen misbruik medische voorzieningen door pseudo-asielzoekers. Politie traag in voorbereiding op Euro 2000. Armeense premier doodgeschoten bij aanslag op Armeens parlement. Tot zover deze uitzending van het nieuws op Net 5. Morgenavond om 7 uur zijn we terug. Nog een hele prettige avond. Prettige avond.